Geboren met 2% van zijn hersenen noemden de artsen hem de hersenloze jongen. Ze zeiden dat hij het nooit zou overleven. Maar 9 jaar later is de jongen niet alleen in leven, hij bloeit op manieren die niemand kan verklaren. Shelley Wall streek voorzichtig over haar grote buik, zich zowel opgewonden als nerveus voelend. Zij en haar man Rob keken uit naar de geboorte van hun derde kind. De kinderkamer was klaar, met kleine kleren keurig gevouwen in lades, en er ging een gevoel van verwachting in hun huis. Maar tijdens een routinematige scan veranderde alles. Het gezicht van de arts werd serieus, terwijl ze naar de echobeelden keek. Er zijn ernstige afwijkingen, zei ze zachtjes. Je baby heeft spina bifida, hydrocephalus en bijna geen hersenweefsel dat zich ontwikkelt. Shelley en Rob waren geschokt. Spina bifida betekent dat de wervelkolom niet goed vormt. En hydrocephalus is een ophoping van vocht in de hersenen. En met bijna geen hersenweefsel, hoe zou hun baby kunnen overleven? In de maanden daarna stelden artsen 5 keer voor om de zwangerschap te beëindigen. Maar Shelley en Rob weigerden elke keer. Ze voelden dat ze voor hun baby moesten vechten. We begrijpen de risico's, zei Rob vastberaden, maar we willen ons kind elke kans op leven geven. Het was een moeilijke beslissing. Ze wisten dat de weg die voor hen lag moeilijk zou zijn. Terwijl de zwangerschap vorderde, leefden ze in 2 realiteiten. In de ene bereidden ze zich voor op hun baby door schattige rompertjes te kopen en de kinderkamer te decoreren. In de andere kozen ze een klein kistje uit en planden een begrafenis. Het was een vreemde ervaring, hopen op het beste terwijl je voorbereidt op het ergste. Shelley's zwangerschap was gevuld met zorgen en vele medische afspraken. Elke schop en beweging herinnerde haar aan het kostbare leven dat in haar groeide. Een leven dat vanaf het begin grote uitdagingen tegemoet ging. Ze kregen steun van familie, vrienden en groepen voor ouders van kinderen met spina bifida en hydrocephalus. Ze leerden over de toestand van hun baby en wilden zo goed mogelijk voorbereid zijn op wat komen zou. Naarmate Shelley's uitgerekende datum dichterbij kwam, groeide hun angst. Zou hun baby de bevalling overleven? Wat voor leven zou hij hebben als hij dat deed? Ondanks de onzekerheid hielden Shelley en Rob vast aan hoop. En hun liefde voor hun ongeboren kind groeide elke dag sterker. Uiteindelijk op 6 maart 2012 kwam de dag. Shelley werd naar het ziekenhuis gebracht, haar hart bonkend van opwinding en angst. De verloskamer was gespannen, gevuld met specialisten die klaar waren voor alles. Shelley kneep in Rob's hand, krachtputtend uit zijn aanwezigheid. Ze werd uiteindelijk naar de operatiekamer gereden. Een team van 12 artsen verzamelde zich voor de keizersnede, de kamer gevuld met intense focus. Toen Noah werd geboren was er een korte, ademloze stilte voordat een klein huiltje de lucht vulde. Het medische team haastte zich snel naar een andere operatiekamer om Noah's spina bifida aan te pakken en het overtollige cerebrospinale vocht uit zijn schedel te laten afvloeien. De operatie was delicaat en complex, met artsen die zorgvuldig werkten om Noah's wervelkolom te herstellen en de vochtenophoping in zijn hersenen te beheersen. Uren gingen voorbij en Rob wachtte angstig. Uiteindelijk kwam een arts naar buiten met nieuws dat bijna wonderbaarlijk leek. De operatie was geslaagd. Noah had zowel zijn geboorte als deze kritische eerste procedure overleefd. Het verbazingwekkende van het medische team werd echter gemengd met ernstige bezorgdheid. Scans toonden aan dat Noah was geboren met slechts 2% van zijn hersenen, wat de artsen versteld en pessimistisch over zijn toekomst deed zijn. De artsen geloofden dat Noah waarschijnlijk zijn leven in een vegetatieve toestand zou doorbrengen, als hij het al zou overleven. Ondanks deze sombere voorspellingen was de kleine jongen al begonnen de kansen te trotseren. Hij had zijn eerste ademhalingen genomen, een complexe operatie overleefd en een wil om te leven getoond die iedereen om hem heen verraste. Toen Noah naar de neonatale intensive care afdeling werd overgebracht, stonden zijn ouders aan zijn zijde, verbaasd over een kleine vechter. Ze wisten dat de weg die voor hen lag zwaar zou zijn, gevuld met onzekerheden en potentieel hartzeer. Maar in die eerste cruciale dagen had hij zich al bewezen als een wonder. Naarmate weken en maanden overgingen, bleef Noah de verwachtingen trotseren. Hij overleefde niet alleen, hij bloeide op. Hij begon mijlpalen te bereiken waarvan de artsen hadden gezegd dat ze onmogelijk zouden zijn. Hij glimlachte, lachte en herkende zijn ouders. Met elke kleine overwinning werd Shelley en Rob's beslissing om voor hun zoon te vechten bevestigd en groeide hun hoop op Noah's toekomst sterker. Noah's vroege jaren waren gevuld met intense behandelingen. Zijn ouders waren vastbesloten hem elke kans te geven zich te ontwikkelen, ondanks de sombere prognose van zijn artsen. Dit betekende frequente bezoeken aan verschillende specialisten, vooral zijn neuroloog en fysiotherapeut. Elke maand zag Noah zijn neuroloog. Deze bezoeken waren cruciaal voor het monitoren van de druk in zijn hersenen en het beheersen van zijn hydrocephalus. De arts controleerde zorgvuldig Noah's reflexen, spierspanning en algemene reactie. Regelmatige hersenscans werden uitgevoerd om veranderingen in zijn hersenstructuur en functie te volgen. De neuroloog paste het behandelplan aan waar nodig.
De arts legde Shelley en Rob uit hoe deze aanpassingen Noah konden beïnvloeden en benadrukte het belang van het letten op veranderingen in zijn gedrag of alertheid. Zijn behandeling richtte zich ook sterk op fysiotherapie en cognitieve training. Hij werkte elke week met een fysiotherapeut waarbij gespecialiseerde technieken werden gebruikt om zijn spieren en zenuwstelsel te stimuleren. Deze sessies waren uitdagend, maar Noah's vastberadenheid kwam naar voren terwijl hij hard werkte om zelfs de kleinste bewegingen te maken. De fysiotherapie-sessies omvatten ook cognitieve elementen, wat effectief de hersenen trainen betekende, terwijl aan Noah's lichaam werd gewerkt. Shelley en Rob leerden oefeningen te doen met hun kleine jongen thuis, waarbij dagelijkse activiteiten werden omgevormd tot therapiekansen. Badtijd werd een kans om aan Noah's sensorische verwerking te werken, terwijl luierverschoningen werden gebruikt om rollen en core strength oefeningen te oefenen. Naarmate Noah groeide, werd zijn cognitieve training gestructureerder. Een team van specialisten ontwierp een programma dat spraaktherapie, ergotherapie en vroege kinderopvang stimuleerde. Deze sessies maakten gebruik van speelse activiteiten om zijn hersenontwikkeling te stimuleren. De cognitieve training richtte zich op aandacht, geheugen en probleemoplossende vaardigheden. Therapeuten gebruikten muziek, licht en tastbare ervaringen om Noah's zintuigen te betrekken en hersenactiviteit aan te moedigen. Ze incorporeerden ook eenvoudige spellen en taken die geleidelijk in complexiteit toenamen naarmate hij tekenen van vooruitgang vertoonde. Gedurende deze routine waren Noah's ouders zijn grootste voorstanders en supporters. Ze documenteerden zorgvuldig elk klein teken van vooruitgang, hoe klein het ook leek. Ze onderzochten onvermoeibaar, altijd op zoek naar nieuwe behandelingen of therapieën die hun zoon ten goede zouden kunnen komen. De routine was uitputtend voor het hele gezin, maar ze volharden, gedreven door hun liefde voor Noah en hun onwankelbare geloof in zijn potentieel. Ondanks de uitdagingen waren er momenten van vreugde en viering bij elke kleine mijlpaal die hun kleine jongen bereikte. Toen hij 5 jaar oud was, gebeurde er iets dat artsen verbijsterd achterliet. Een routinematige hersenscan toonde aan dat Noah's hersenen, die bij de geboorte vrijwel niet bestonden, waren gegroeid. Niet een beetje, maar veel. Het was uitgebreid van een hersencapaciteit van 2 naar 70%. Het lijkt wel alsof ze zijn hersenen inhalen, verwonderde een arts. We hebben nog nooit iets dergelijks gezien. De medische gemeenschap was in rep en roer. Hoe was dit mogelijk? Sommige theorieën suggereerden dat Noah's hersenen er altijd al waren, alleen samengedrukt door het vocht. Anderen geloofden dat zijn hersenen groeiden en nieuw weefsel ontwikkelden. Wat de verklaring ook was, één ding was duidelijk. Noah Wall herschreef medische leerboeken. Naarmate de ooit hersenloze jongen groeide, groeide ook zijn capaciteiten. Hij leerde praten, een tablet gebruiken en zijn gedachten en gevoelens uiten. Hij toonde een speciale interesse in wetenschap en ruimte. Zijn ouders waren verbaasd over zijn intelligentie en nieuwsgierigheid. Maar het was niet allemaal een feest. Noah ondervond talloze uitdagingen door zijn aandoening. De spina bifida liet hem verlamd vanaf zijn borst naar beneden, waardoor hij in een rolstoel terechtkwam. Hij had frequente medische controles en procedures nodig om zijn hydrocephalus te beheren. Eenvoudige taken die de meeste kinderen voor lief nemen, waren vaak enorme obstakels voor Noah. Toch bleef zijn geest ongebroken. Hij benaderde elke uitdaging met vastberadenheid. Zijn positieve houding was geweldig en inspireerde iedereen om hem heen. Ondanks alle uitdagingen ging Noah naar een reguliere school, hield hij academisch gelijke tred met zijn leeftijdsgenoten en maakte hij vrienden. Maar school bracht ook nieuwe uitdagingen. Noah moest omgaan met pesterijen van sommige kinderen die zijn aandoening niet begrepen. Niet ontmoedigd zag hij dit als een kans om anderen te onderwijzen over zijn verschillen. Met de steun van zijn leraren en familie maakte Noah een presentatie over zijn aandoening om met zijn klasgenoten te delen. Hij leerde geduldig en met een goed humeur vragen over zijn rolstoel en operaties te beantwoorden. Toen zijn klasgenoten het begonnen te begrijpen, werden ze zijn grootste supporters. Door zijn volharding en openhartigheid overwon Noah niet alleen de sociale uitdaging op school, maar hielp hij ook een inclusievere omgeving voor iedereen te creëren. Toen hij zijn 9e verjaardag naderde, breidden zijn hersenen zich uit tot 80% van hun oorspronkelijke grootte. Zijn familie verzamelde zich om zijn verjaardag te vieren. Shelley en Rob keken met tranen in hun ogen toe hoe Noah van zijn speciale dag genoot. Een eenvoudige viering die slechts een paar jaar geleden onmogelijk leek. De kamer was gevuld met gelach en vreugde, in schril contrast met de sombere sfeer rond Noah's geboorte. Gefeliciteerd, schat, zei Shelley met een stem vol emoties. Noah straalde naar zijn ouders, zijn gezicht oplichtend van opwinding. Dank je, mam en pap, ik houd van verjaardagen. Rob knielde naast zijn rolstoel en raakte zachtjes de schouder van zijn zoon aan. Weet je wat, maat? Elke verjaardag met jou is een wonder. We zijn zo trots op je.
Terwijl het feest voortging, reflecteerde Shalino erop op de ongelofelijke reis die ze met hun zoon hadden doorgemaakt. Ze herinnerde zich de ontelbare nachten in het ziekenhuis, de uitputtende therapieën en de momenten van angst en onzekerheid. Maar ze herinnerde zich ook de eerste keer dat Noah glimlachte, zijn eerste woorden en elke kleine overwinning die hen tot dit punt had gebracht. Toen het feest ten einde kwam, sprak Noah opgewonden over zijn plannen voor het komende jaar. Hij vertelde over zijn lopende fysiotherapie, zijn studies en zijn dromen voor de toekomst. Ondanks de uitdagingen waarmee hij werd geconfronteerd, bleef zijn geest ongebroken en inspireerde hij iedereen om hem heen. De volgende dag had Noah een afspraak met zijn neuroloog. Toen ze het ziekenhuis binnenkwamen, begroette de arts hen met een warme glimlach, altijd weer verbaasd over de voortgang van de jongen. "Laten we eens kijken naar je laatste scan, zullen we?" zei de neuroloog, terwijl hij de beelden op het computerscherm trok. De arts wees verschillende gebieden van zijn hersenen aan en legde uit hoe deze zich blijven ontwikkelen en groeien. Noah's hersenen doen iets werkelijk opmerkelijks. Ze passen zich aan en vinden nieuwe manieren om te functioneren. Shelley, Rob en Noah luisterden aandachtig, hun ogen wijd van nieuwsgierigheid. Zijn moeder vroeg, zullen zijn hersenen blijven groeien totdat ze volledig gevormd zijn? De uitdrukking van de neuroloog verzachtte. Het is moeilijk met zekerheid te zeggen. Zijn hersenen hebben ons al op zoveel manieren verrast. We zullen de voortgang blijven volgen en zijn ontwikkeling op elke mogelijke manier ondersteunen. Toen ze het ziekenhuis verlieten, zat Noah's hoofd vol vragen en mogelijkheden. Hij wendde zich tot zijn ouders met vastberadenheid op zijn gezicht geëtst. "Ik wil meer leren over de hersenen," verklaarde hij. "Misschien kan ik, als ik het beter begrijp, andere kinderen zoals ik helpen." Toen ze Noah's passie en vastberadenheid zagen, wilden Shelley en Rob zijn nieuwsgierigheid ondersteunen en hem helpen meer te leren. Ze besloten zijn interesse in wetenschap aan te moedigen door boeken over het menselijk lichaam te kopen en hem in te schrijven voor online wetenschappelijke cursussen voor kinderen. Noah was opgetogen en stortte zich met enthousiasme op zijn studies. Hij bleef vaak laat op om over neurowetenschappen te lezen en stelde zijn leraren vragen die hen echt imponeerden. Ondanks de uitdagingen waarmee Noah werd geconfronteerd vanwege zijn spina bifida en hydrocephalus, bleef hij de verwachtingen overtreffen. Hij leerde surfen en skiën met behulp van gespecialiseerd materiaal en toegewijde instructeurs die deze activiteiten aan zijn mogelijkheden aanpasten. Noah's verhaal verspreidde zich en inspireerde gezinnen over de hele wereld. Shelley en Rob ontvingen berichten van ouders van kinderen met vergelijkbare aandoeningen die allemaal hoop putten uit hun speciale jongen. Noah's reis was nog lang niet voorbij, maar één ding was zeker. Hij zou blijven verrassen en anderen inspireren met zijn onbreekbare geest. De jongen die weinig kans op overleven kreeg, had niet alleen geleefd maar bloeide en bewees dat met liefde, vastberadenheid en de opmerkelijke plasticiteit van de menselijke hersenen alles mogelijk is. Dus, wat denk je? Zou Noah's verhaal de manier waarop we denken over hersenaandoeningen kunnen veranderen? En welke onmogelijke droom zou jij najagen als je Noah's vastberadenheid had? Deel je gedachten in de reacties eronder en vergeet niet te liken en te abonneren voor meer inspirerende verhalen die laten zien dat alles mogelijk is.